Leefbaar Zeewolde is de grote winnaar geworden bij de gemeenteraadsverkiezingen in het dorp. De partij verdubbelt het aantal zetels en gaat van 5 naar 10. Het is een afrekening met de huidige raad, want de partijen die tegen de komst van het datacenter in Zeewolde zijn, zijn de partijen met winst. Lijsttrekker Tom Zonneveld is blij met dit datacenter-effect. Ja, dat is waarschijnlijk wel het grootste effect waarom we zo gegroeid zijn. Maar er waren wel meer thema's die ook meespeelden. Bouwen in het bos, dat is ook wel echt een belangrijk thema, maar datacenter sprong er wel echt tussenuit. Ja, want de twee partijen die tegen zijn, ChristenUnie en uw partij, Leefbaar Zeewolde, zijn de enige partijen met winst. Ja, klopt, inderdaad. Dat zijn ook de enige partijen die tegen het bouwen zijn in het bos. Dus ja, dat alles komt bij elkaar, zeg maar. Want als we kijken naar gisteravond, wat gebeurde er? Wat er bij mij gebeurde was in ieder geval, ik dacht, we gaan wel winst halen. Er werden 7. En dacht ik, in de loop van de avond bleek dat 8 te gaan worden. Nou, toen rekenden we zelf een beetje naar 9. En toen bleek dat we nog een restzetel hadden extra, dus 10 zetels. Ja, de verbazing werd alleen maar groter. Zag je het aankomen? Nee. Zoveel niet. Winst wel, maar dit niet. U noemde het net ook al over het bouwen in het bos, maar als mensen vragen, dan hoor je eigenlijk alleen maar één woord natuurlijk. Dat is het datacenter. Dat mensen nu op uw partij hebben gezet en ook op de ChristenUnie. Betekent het nu ook dan dat het datacenter er niet komt? Nou, helaas kunnen we die garantie niet geven. Het bestemmingsplan is natuurlijk goedgekeurd door de gemeenteraad. En dat is het belangrijkste besluit die de gemeenteraad kan nemen. Maar goed, er zijn nog genoeg dingen die we wel kunnen doen. Dus alle middelen die we hebben, die gaan we nu inzetten wat mij betreft om het proberen te stoppen. En waar moet ik dan aan denken? Bijvoorbeeld de eerste spannende waar we zelf niet zoveel aan kunnen doen is de stemming volgende week in de Eerste Kamer over een motie van de Partij van de Dieren om het te stoppen. En anders dan gaat het naar de provincie, het komt nog bij het waterschap te liggen, de Raad van State gaat er misschien nog iets over zeggen, de Tweede Kamer gaat zich er nog mee bemoeien. Dus er zijn nog een heleboel stappen en iedere stap kunnen wij invloed uitoefenen hopelijk. Want hoe wilt u dan invloed uitoefenen? We kunnen bijvoorbeeld een brief sturen aan de diverse partijen, waarin wij zeggen dat er in Zeewolde echt een andere wind is gaan waaien. Nou, dat blijkt ook wel. Dus dat kunnen we wel echt met recht zeggen. En dat de gemeente er anders over is gaan denken en of ze dat mee willen nemen in hun beslissing om het misschien tegen te houden. U heeft nu een absolute meerderheid in de gemeenteraad. Wat betekent dat nu? Kunt u nu uw verkiezingsprogramma rechtstreeks omzetten tot een coalitieakkoord? Want u bent in uw eentje de coalitie. Nou, we zouden in ons eentje kunnen gaan besturen, maar dat lijkt me niet heel verstandig. Dus we willen heel graag ook wel een coalitie vormen met andere partijen. De meest logische is natuurlijk de ChristenUnie, want dat is de andere grote winnaar. Maar we staan open voor alle partijen, dus we gaan gewoon in gesprek de komende dagen. Want waarom wilt u per se dan ook met een andere partij samenwerken, terwijl u ook in uw eentje al een meerderheid heeft? Nou, het is natuurlijk, in ons eentje hebben we 10 zetels, dus dat is niet heel breed. En ja, ik denk zeker ook met lage opkomst dat we dat vertrouwen ook moeten terugwinnen. En ja, hoe breder dan de coalitie, hoe beter. Je hoorde verslaggever Arend Dubbelboer in gesprek met lijsttrekker Tom Zonneveld van Leefbaar Zeewolde.